Het is natuurlijk de vraag voor een nieuw Formule 1 seizoen. Kan Max Verstappen nu echt gaan meedoen om die wereldtitel? En Lewis Hamilton van de troon stoten. We gaan het dit seizoen intensief volgen. Uiteraard blikken vooruit op alle races in de opwarmronde. Te beginnen met de Grand Prix van Melbourne, Australië, 17 maart. En niet alleen met Erik van Haren, onze Formule 1-watcher. Maar ook met de oud-coureur Guido van der Garde. Wat mooi dat je er bent. Ja, dankjewel. Ja, jij zei meteen al hier op de achtergrond, waar is Vettel? Ja, die staat er helemaal niet bij. Die moet er wel bij staan, vind ik. Ja, hoort hij er nog bij? Ja, natuurlijk. Ik bedoel, helemaal als je die test gezien hebt en die Ferrari, hoe die uit de winter gekomen is, vind ik wel dat die hierbij hoort te staan. Ja, dat is duidelijk. Gaan we zo meteen nog over doorpraten over Ferrari. Eerst even Max Verstappen natuurlijk. Erik, wat is jouw beeld van hem na die testdagen? Ik moet er wel, dat is een beetje een laf antwoord bij zeggen, dat ik echt nog heel benieuwd ben hoe het er komende week voor staat. Maar als je Max spreekt en als je hem ziet, vind ik het heel positief. En natuurlijk is het zo, ze zijn net in zee met Honda. Er is natuurlijk niemand die de boel af gaat kraken. Maar Verstappen kennende, als hij een beetje ontevreden is of twijfels heeft, dan zal hij dat wel uiten. En hij is echt wel heel positief, dus ik vind dat een goed teken. En hij gaat nu zijn vijfde seizoen in als Formule 1 coureur. En hij zegt, je mag me eigenlijk geen talent meer noemen. Ik ben een volwassen coureur. Mee eens? Ja, hij is geen rookie meer. Nee. Als je 5 seizoenen hebt, dan heb je natuurlijk wel de ervaring. En dat heeft hij ook, hè? Ook al is hij nog super jong. Ja, uiteindelijk is het gewoon een heel groot talent. En ik hoop dat alles dit jaar samenkomt, want dat is natuurlijk wel belangrijk. Ja, want vorig jaar was er natuurlijk veel gedoe rond die Renault-motor. Nou, toen was de start van het seizoen eigenlijk helemaal niet zo goed. Nu met Honda, ja, je zegt al van je gaat natuurlijk niet je leverancier afkraken als je net begonnen bent. Maar is het beeld echt dat ze gewoon ijzersterk zijn op dit moment? Nou, in ieder geval betrouwbaar. Als je ziet hoeveel rondjes ze hebben gereden in Barcelona bij de testweken. Natuurlijk aan het eind wel wat pech gehad, maar dat kwam meer door die crash van Gasly. Ja, eigenlijk met die Honda-motor helemaal geen problemen gehad. En wat de snelheid betreft, ik denk dat ze graag op vrijdag wel wat de snelheid een beetje hadden willen testen. Maar dat liep niet zo. Maar ja, op de long run zag het, wat Max zelf ook al zei, gewoon heel goed uit. Dus ik denk dat er dat optimisme zeker niet, dat ze overliegen. Dat ziet er wel gewoon goed uit. En gaat de concurrentie, de collega's, Gasly Verstappen, gaat het een beetje hetzelfde worden, verwacht je, als met Ricciardo? Of zal er nu een duidelijkere rolverdeling zijn? Max is gewoon de nummer 1 binnen het team. En weet je, Gasly is natuurlijk echt wel een jongen die kan gas geven. Ik denk wel overigens dat hij in de kwalificatie echt goed is. En dat hij echt kan laten zien dat hij Max kan soms een keer eroverheen kan gaan. Maar de race, daar kan hij niet mee. Max is toch gewoon de baas in dat team, ja. Ja, dat zeker. Is ook logisch. Hij is gewoon een nummer 1. Ja, moet ook een lekker gevoel geven voor hem. We gaan het zo nog even hebben over andere verrassingen. Misschien ook over de deceptie die er nu zich bij Williams voltrekt. Nog heel even Ferrari. Je stipt het al even aan, Guido. Ja, die hebben misschien de beste indruk gemaakt, hè, tot nu toe. Ja, dat vond ik wel. Ik bedoel, hè, de laatste dag was Vettel natuurlijk het snelste. Hè. Lewis Hamilton zat heel dicht achter. Maar als je kijkt naar de auto die ze gebouwd hebben, de updates die ze weer meegenomen hebben in de tweede week van de test, de raceruns die ze deden, de kwalificatieruns die ze deden, ik denk dat ze nog niet alles hebben laten zien. Nee. Maar dat zag er al heel goed uit. En ook de onboardcamera van Vettel zelf, hè, bijna geen correctie, dat ding ligt echt op rails. Ja. Dus dat is wel echt de grote kans hebben daar in Melbourne. Nou, hebben we hier een vul me zo aan, want Guido die moet gaan lopen. Ja, dan kan jij even doorpraten. Ja, want een niet prachtig scherm waar jij zo Albert Park kan gaan uitleggen wat jouw opvallendste punten zijn. Ja, nog even één vraag aan jou trouwens, Erik Kort. Vind jij ook, kijk jij er ook een beetje zelf naar? Je wilde even aanvullen? Ja, ik ben ook wel benieuwd wat Mercedes gaat doen. Hè. En iedereen zegt nu wel van Ferrari is veel sterker. En Red Bull zeggen ze, we zijn Mercedes voorbij. Maar volgens mij heeft Mercedes de meeste rondjes gereden. Dus de meeste data kunnen verzamelen. Ja. En het is ook al een beetje Mercedes kennen dat ze nog niet achter ze van hun tong laten zien in Barcelona. Dat is precies de vraag die ik wilde stellen. Fijn dat je me even aanvult. Ja, Guido, dan gaan we even naar jou. Je staat er hartstikke mooi. Neem ons even mee. Ja, het is natuurlijk allereerst een super gaaf circuit. Het is een straatcircuit. Er is weinig grip voor de eerste paar trainingen. Maar eigenlijk zijn er wel de mooiste punten, bocht 1 en bocht 2. Nou, je hebt natuurlijk heel veel gas hier. Als je te laat remt, ga je rechtdoor. Als je hier te veel over het gas heen komt, dan schiet je wel eens de muur in bocht 2. Daarnaast denk ik de mooiste twee bochten van het circuit is echt wel bocht 11 en 12. En het is niet echt een heel erg high-speed circuit. Hè? Wat ik al zei, het straatcircuit, veel witte lijnen, als regen, ontzettend glad. Mm-hmm. Maar een mooie opener.
Ja, dat zeg je nou allemaal wel. Maar Verstappen die reageerde vorig jaar na zijn zesde plaats. Ik zou mijn televisie ervoor uitzetten. Zo'n saaie optocht is het. Ja, maar ja, tuurlijk. Weet je, hij had ook de verwachting dat ik daar ging winnen. Ja, hij maakte nog spin in bocht 1 en 2, waar die mazzel dat hij niet eraf ging. Mm-hmm. En uiteindelijk, je wil naar voren, je wil een podiumplek hebben. En het was eigenlijk gewoon treintje rijden. Maar dat gaat dit jaar denk ik weer gebeuren. Want je hebt niet heel veel mogelijkheden om in te halen. Misschien van bocht 16 naar bocht 1, waar je een DRS-zone hebt. En voor de rest is misschien van bocht 1 naar bocht 2 naar bocht 3 waar je nog DRS-zone hebt. Maar ja. Voor de rest is het moeilijk om daarin te halen. Oké, kom terug zou ik zeggen. Ja, hoe kijken die coureurs inderdaad ernaar? Is het eigenlijk meteen een hele belangrijke graadmeter die bepalend is voor de rest van het seizoen? Ja. Vorig jaar was het natuurlijk, tekende het zich redelijk snel af hoe de verhoudingen lagen. Ja, je kan wel een beetje zien waar de verhoudingen liggen. Maar wat Guido ook terecht zegt, ja, als je niet kan inhalen en het wordt een optocht, ja, dan wordt die kwalificatie natuurlijk heel belangrijk. En verder kun je nog niet heel veel van zeggen. Verstappen zegt meestal zelf eigenlijk pas na 2-3 races kun je het echt zeggen. Dus het is ook, je kan eindelijk wel wat conclusies trekken, maar ook weer niet al te veel. Het is nog niet, er kan in een seizoen nog zoveel gebeuren. Je hebt 21 races. Je ziet ook dat Red Bull bijvoorbeeld het team bij uitstek is wat zich in het seizoen zelf nog heel erg doorontwikkeld. Dus ja. Ik vind het wel een circuit voor Red Bull. Weet je, het is niet heel veel snelle bochten, een beetje medium speed bochten. En een semi-straatcircuit waar niet heel veel grip ligt. Dus een mechanische grip is heel belangrijk. Nou, ik denk dat Red Bull daarin gewoon de beste auto is. Dus ik denk wel dat hij een podiumplek kan pakken. Ja, zijn er overigens vanuit Barcelona nog verrassingen? Erik, heeft jou iets heel erg verrast? Eerst wat in me opkomt is Alfa Romeo. Vorig jaar Sauber. Maar ja, dat is bijna hetzelfde team gebleven. Wel twee andere coureurs. Maar die maken gewoon echt een ijzersterke indruk. Ja. Dat vind ik echt wel. Ik ben benieuwd. Ik denk nog wel dat ze een stukje achter de top 3 zitten. Wat geen schande is en ook wel logisch is. Maar die maken echt wel. Ik denk dat die wel topfavoriet zijn voor de titel Best of the Rest. Ik kijk er van afstand naar. Je bent natuurlijk oud-coureur. Als je nu naar Williams kijkt. Dat die Paddy Lowe, technisch directeur, eigenlijk zo kort voor het seizoen op verlof wordt gestuurd, wordt ontslagen. Ik kan daar met mijn gedachten niet bij. Nou ja, ik wel. Ja, nee, maar dat is gebeurd. Maar dat je het niet beter voor elkaar kan krijgen als Williams. Ik bedoel, het ging natuurlijk helemaal niet goed. Nee, hoe kan het zo lang voor etteren dan eigenlijk? Ja, ik denk dat het probleem is de mensen die daaronder ook zitten. Ze hebben een auto gebouwd, nou ja, die komen te laat aan. De eerste paar dagen kan je al niet testen. De leveranciers hebben niet alles op tijd geleverd. Dan heeft hij nog een auto gebouwd die niet goed is. Hè? En hij heeft vorig jaar natuurlijk ook een kans gekregen die de auto niet goed was. Ja. Hij komt vanuit Mercedes, nou, daar was hij wereldkampioen. Dus hij heeft zich gewoon niet bewezen. En dat heb je nu ook al gezien na die testen. Dat Williams totaal niet goed voorstond. Dat is gewoon het langzaamste team. Ja, dan wordt die jongen eruit gezet. Maar ze hadden niet al eerder kunnen ingrijpen. Je moet toch even kijken hoe het dan... En ik denk ook als je de eerste twee dagen mist, ze zeggen toch altijd hoe belangrijk die testdagen zijn. Dat ga je in een seizoen natuurlijk niet meer goed maken. Nooit. Nee. Dus ik denk dat nu afschrijven. Kubica met zijn comeback leuk en aardig, maar die gaat gewoon achteraan. Ja. Dan nog even over de vernieuwingen bij de Formule 1. Verstappen zei al... Het moet het allemaal wat aantrekkelijker maken en inhalen meer mogelijk maken. Maar Verstappen noemde het geloof ik 15 miljoen euro door het putje. Ja, 15 miljoen door het putje. Ja. Ja. Hij zei, dat zei Red Bull ook. Helmut Marko zei ook van, het kost allemaal heel veel. Maar je zag het nu ook aan de rondetijd in Barcelona. Het is al heel snel en heel veel downforce. En het was eigenlijk met die voorvleugel en achtervleugel met name bedoeld om inhalen makkelijker te maken. Mm-hmm. Maar ja, ik moet het nog zien. En als Verstappen zegt 15 miljoen door het putje, is dat in ieder geval een duidelijke uitspraak. Ja? We kunnen het echt zien. Hè? Als wit treintje rijden wordt in Melbourne, dan weet je dat echt door het putje gegaan is. Ja, jij kijkt er ook zo naar? Ja, kijk, natuurlijk, ze hebben die veranderingen doorgemaakt en het is leuk en aardig dat ze het gedaan hebben. Maar als je straks nog niet kan inhalen, dan is het echt gewoon 15 miljoen door het putje gegooid. Ja, lekker dan. Nou ja, nu staan we vlak voor het seizoen in 2019. In 2020, dan hebben we het misschien wel over Zandvoort, wat dan op de agenda staat. In mei, als ik het goed heb. Hè, hoe concreet is dit nu? Ik bedoel, het gonst natuurlijk. Er moet geld binnengehaald worden. Nou ja, één ding is in ieder geval duidelijk. Zandvoort moet deze maand gewoon een deal sluiten, of moet. Maar als dat lukt, dan hebben ze in ieder geval voor 3 jaar een Grand Prix. Dan kunnen we volgend jaar in mei, begin mei, allemaal naar Zandvoort. In ieder geval de mensen die een kaartje kunnen krijgen. Want dat zal nog wel een heksenjacht worden. Maar als dat niet lukt, dan is de kans ook heel groot dat er geen Formule 1 naar Nederland komt. Ja. Heb je trouwens in Zandvoort ook gereden? Wat wordt dat voor een Grand Prix? Het moet de meest duurzame worden. Ja, dat gaat dan meer over het feit, hoe krijg je al die fans daar naartoe? Maar wordt dat een spectaculaire race? Nou, dat is ook wel een klein circuit hoor. Je hebt natuurlijk niet echt heel veel lange rechte stukken waar je goed kan inhalen. Het is wel een mooi circuit. Hè? We hebben natuurlijk veel hoogte, hoogteverschillen erin. Ik heb er al met veel plezier gereden. Okay. Voor Nederland, kijk, en als het gaat lukken, is het voor Nederland natuurlijk fantastisch. Hè? Al die Nederlandse fans, Max Verstappen daar.
Maar goed, we hebben natuurlijk Jumbo daar gehad de afgelopen jaren. Dat was natuurlijk ook al fantastisch. Wordt een gekkenhuis met de honderdduizenden mensen die daar naartoe komen. Ja, de glazen bol, het is allemaal zo flauw. Kunnen we het al doen? Verstappen, Australië? Wel, ik zeg dat Vettel gaat winnen, Hamilton wordt tweede en Verstappen wordt derde. Oh, oké. Okay. Oh, ik moet ook. Ik denk dat Leclerc gaat winnen. Ik gooi er gewoon een verrassing in. Vettel 2 en dan ga ik ook voor Verstappen 3. Oké, okay. Guido, Erik. Mooi dat deze erop zit en bedankt. Joep. Thanks.